Ja, maar we zijn er klaar voor. Gaan we ze buiten laten? Nee. Nou, gefeliciteerd. Kom maar, Nick. Nou, Kees, komt eerst aan. Kijk nou eens. Kijk nou eens, hè. Oh, kijk nou eens. Zullen we bij het land kijken? Oh, wacht, ik zie mijn paraplu in de weg. Ik hou hem heel hoog. Nou, Wilbert, een bijzondere dag. Ja, zeker weten. Want deze stal met koeien, wanneer is die gebouwd? Hij is 3 augustus 2011 is die, zijn de koeien teruggekomen in deze stal. En vandaag gaan ze voor het eerst de wei in? Gaan ze voor het eerst weer terug in de wei, ja. Krijgen we dan zo meteen die dansende koeien te zien? Dat hoop ik wel, ja. Ik ga er ook vanuit een beetje dat dat gaat gebeuren. We zullen het zo meteen zien. Er lopen er al een paar buiten? Ja, dat er zijn jonge beesten en beesten die droog staan, die drachtig zijn, maar geen melk op het moment geven. En die lopen nu buiten. En nu gaan echt de melkkoeien naar buiten. Ja, ze vinden het wel leuk. Oh, ze gaan weer naar binnen. Zie je, het regent. Ja. En daar staat het jongvee. Dat stond al buiten. Dat is dan ook een beetje te kijken wat er nou allemaal gebeurt. Ja, ze gaan nog een dansje maken. Ga je ook dansen? Er komt weer een plukje de stal uit. In totaal heeft Wilbert van der Post, want daar zijn we, de laatste melkveehouder in Leiden, de enige, ongeveer 50 melkkoeien. Nou, wat jongvee, wat we net achter ons zagen, en dan in de stal. Echt kalfjes, die de afgelopen dagen en weken geboren zijn. Oh, er flikkert er eentje. Oh, ik lach er eentje. Ik zou het niet aan. Nee, heb ik net al gedaan. Wat schrikdraad. Ja. Maar dat wisten jullie al? Ja, al lang, want ik woon zelf ook op een boerderij. Achter die vrouwen. In Zoeterwoude? Ja. Die is ook Zoeterwoude. En hebben jullie ook koeien? Ja. Heel veel. Dansende? Gaan ze niet meer naar buiten? Nee, gaan ze bij jullie niet naar buiten? Nee, want onze robot die melkt 24 uur per dag. Oké. Nou, het is wel gelukt, Wilbert. Ze gingen dansen. Ja hoor, ze gingen lekker dansen. Dus, Hoeveel lopen er nou buiten? Ja, 55 lopen nu buiten. Is het nou veel omslachtiger voor jullie om ze die weidegang te laten maken? Nee, niet zo heel erg. Je hebt iets meer werk aan, maar van binnen heb je natuurlijk ook weer al het werk wat je binnen hebt. Dat is ook weer veel minder geworden. Ja, het voeren, ze halen nu voer uit het land en ze brengen de mest naar het land. Dus normaal gesproken moet ik het voer naar de stal brengen en de mest het land op. Dus. Ga maar dansen met de koeien. Zo, hè? Ja, dat werkt wel. Ja, lekker dansen. Bedankt voor de gezellige ochtend. Graag gedaan. Heel erg bedankt. Ja, super. Dag. Zo. Ja, goed zo. Ja, bedankt. Ja, graag gedaan. Hartstikke bedankt.